maar dat in de bundel een iets andere betekenis gekregen heeft. In de bundel gaat het erom dat, om het heel algemeen te zeggen, liefdes tussen verschillende mensen gelijkenissen kunnen vertonen. Dat als A van B houdt, dat daar dingen in terugkomen bij C die van D houdt. Dus in die zin dingen die synchroon verlopen. Ook, zoals je het zelf zei, tussen ouders, kinderen, noem maar op. Ja. Het is een heel mooie, ik heb het een ode genoemd daarnet. Ik vind het echt een ode aan de naaste liefde, dat heb ik niet gezegd daarnet, maar zo voelt het echt aan. Hè. Het gaat niet echt over de grote romantische liefde per se, maar over wat er rond je gebeurt. Wat er gebeurt tijdens een verhuizing, tijdens een ziekteproces enzovoort. Eigenlijk hele mooie dingen die dagelijks kunnen gebeuren, maar die plots, waar je even het vergrootglas op zet, zo lijkt het wel. Ik vind het een geweldige aanrader, deze bundel. Dankjewel. Voilà, we gaan Peter en Charlotte laten lezen uit de cyclus.